Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nando. Lekkering. Zeker lekkering. De vorige aflevering was deze Rogue Kale echt de vieze vuile bitch dit. Want die Curlia ging er niet in. En vandaag houden we ervoor zorgen dat Curlia wel erin gaat. Ja, zeg dat wel. Ik moet in ieder geval gaan bijten met Umbreon, want dan was die Kadabra one hit KO. Dan kunnen we er nog wat mee. Precies. En ander goed nieuws. Ik heb dan straks combuskunde nog open voor die Ivysaur. Ja, dat is slim. Dus dat is inderdaad zo'n slimpie manoeuvre. Het kan bijna niet gaan. Oh, nice. Mystery vs. Hyper Mode. Dat is best wel goed nieuws. Ja, want nu kan je gewoon Shadow Rush Kid op die Kadabra en dan is hij patsboom weg. Ja, die Kadabra is al goed met Bite of Patsboom weg. Oeh. Volgens mij doen ze One Hit KO's Umbreon nou wat. Mooi. Wow. Oh, dit is niet zo mooi. Wat een kutspel. Oh mijn god. Holy shit. Het spel haat mij. Ik ben nu tegen die trainer met die zijn voren aan het vechten. Meerdere Pokémon's heb ik nu in Hyper Mode en dan probeer ik gewoon Shadow Rush Crit om ze te finishen. Kijk, hoppa, daar gaat hij zijn vooraan. En nu heeft hij Mist Reeves in ieder geval een tweede aanval als het goed is. En ook een goede. De tweede aanval was altijd oké. Shadow Ball? Wissen op de Shadow Rush? Wat deed die Noctowl? Wacht. Die nog dat bij hypnosis. Ja, en hij raakt. Nice, nice. Hij raakt in ieder geval dus. Mooi. En dit keer gaat hij gewoon wel in die freaking bal. Ja, de eerste, kijk maar. Nose trancing, baco flancing. Hey. Okay. Ah, Confuse Ray. Oké, wacht. Dat is niet erg. Nou, je kan hem confusen en dan hit hij zichzelf gewoon. Ja, hij heeft nog meer kans om te vangen. Ja. 1, 2. Maat, wat wil die Curlia? Ik wil een rijke man. En zo min mogelijk Rule 34. Tekeningen van zichzelf. Ja. Maar ja, dat kunnen we niet voor je regelen. Dat kunnen we niet garanderen. Nee, daar is het al te laat voor. Ik zou gewoon ballen blijven gooien en dan rustig aan een beetje de andere monden proberen te killen. Ik kan geen Shadow Rush doen volgens mij, toch? Nee. Wauw. Oké, nee, Confuse Ray met Kadabra dan. Ik denk dat een Great Ball is wel genoeg voor een Curlia. Zeker als hij asleep en confused is. Ja. Ja hoor, ik heb de Curlia. Lekker. Lekkering. Maar choke me daddy. Choke me daddy. Mooi. Hit zichzelf. Ah, jammer. Dat was nog helemaal mooi geweest als hij zichzelf ook nog eens hit. Dit is op zich niet erg, nu heb ik een free switch in naar de Espeon. Dan kan Espeon confusen tegen de Machoke. En dan kan Machoke naar het tehuis gaan. Precies. Waar hij thuis hoort. Maar kan je al Shadow Rush? Ja, omdat de dingen dood is, denk ik. Omdat de Curlia dood is. Nice. Mooi. Dat is niet verkeerd, want dan kan je Shadow Rush Crit eventueel doen. Ja. En dan
dan heb je meer kans dat je hem killt. Je bent, dacht ik, wel sneller dan die kadaver, toch? Nee, die is het snelst. Oh, die is het snelst. Maar die heeft zichzelf. Oh, maar hij heeft zichzelf maar. Hoppakee. Ja, yeah. Dat vind ik wel. De feint animaties zijn wel echt goud. Ja, ze zijn wel echt vet. Vooral van Vileplume vind ik leuk. Dat hij dan zo alleen die bloem wordt en dat dan een van die bladen zo omhoog gaat. Zo, ploep, ploep. Ja. Ja, die vind ik ook het vetst, denk ik. Ik vind het alleen jammer dat ze voornamelijk de Gen 1... animaties hebben gepakt voor die de Pokémon Stadium animaties voor die Gen 1 en 2. Oh, is dat zo? Ja. Oh, dat wist ik niet. Deze modellen zijn van Pokémon Stadium. Ik denk de enige nieuwe animaties en mons die ze moesten maken waren de Hoenn Pokémons. Ah, oké. Okay. Dat vind ik een beetje minder, maar ja. Yes, de bitch dit skill is verslagen. Echt hoor. Nu moet ik naar de Colosseum, hè? Ja. En dan krijgen we tussen monoloog van Mirror B die met zijn baas praat. Hé, hey, die zijn we tegengekomen. Ja. Dus die kennen wij ook. Hoe even een... Oh ja, hij heet Nascor, dat was het. Kijk, namen en zo, dat vergeet ik nog wel. Ja. Dat is ook niet het belangrijkste. Nee, ik doe. Nando, it looks like the Colosseum has a secret. Let's go. Ik ga even die Colosseum uitsluizen. Of toch niet? Laten we vooral even healing. Never mind. Hij is sad. Hij is een soort van dead, is hij ook. Ga dood! Ja, hij is een beetje bent aan het gaan, holy crap. Nee, nu is het alleen maar Ja, ze missen een tandwiel, boehoe. Ja. Kan het nou? Silva is altijd zo'n geweldige guy en nu wil hij ineens minder geweldige guy zijn. Minder geweldige guy zijn. Kan het niet. Nou, en nu moeten we het tandwiel gaan zoeken. Oh, maar dan kunnen we ook niet healen, of wel? Jawel, je kan wel healen. Ah, oké. Okay. Dat werkt niet op dat, stroom. Nee, dat werkt op een aparte stroom. Maar je ziet ook gelijk dat het een stuk donkerder is. Mhm. Maar dat werkt dan weer wel. Ik ga gelijk even voor je kijken of je al Hyper Potions kan kopen. Kijk, wat kan je hier in de shop? Ja, je zou eventueel al Hyper Potions en Revives kunnen kopen, Milan. Wacht, kan je in deze game alleen maar items... Uit je party. Ja, dat, ja. Hey, Gen 3, hè? Gen 3. Volgens mij kon je in de Gen 3 GBA games toch wel gewoon items van je... Ja, oké, okay, dat wel. Maar dit is ook weer een side game, dus ja. En meestal heb je die items niet echt nodig. Ik ga trouwens even kijken of er in het hotel nog items liggen die ik kan pakken. Dat het alleen echt XD was. Dat weet jij beter dan ik. Ja, volgens mij was
alleen in XD, maar ja, ik vind het toch nog even de moeite waard om even te checken. He doesn't know. Zo, dan doen we nog even saving. En dan moet jij me weer even helpen wat ik moet doen. Ja, ja, ja. Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Je moet meteen dat gebouw in, of niet? Nee, de constructie site. Oh ja, daar ligt hij gewoon op de vloer toch, of niet? Yes. Ja, dat weet ik nog. Tegen Curly aanvechten. Curly, 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 Curly. Mooiste schaap van het land. Wow. Construction lot. Godverdomme, dan begin je met alle pokémons. Kijk, hier is de tent wheeling. Het is wel een hele grote tandwiel. Hoe sleep je dat? Ik doe gewoon in mijn broekzak. Ja. Gewoon bijzonder. Heel bijzonder. Oké. Okay. Dan gaan we de tandwiel weer terugbrengen. Ja, zeker. En dan is iedereen weer blij. Heel erg, ja zeker. En daarna is de bedoeling dat je in het Colosseum de Colosseum gebeuren doet. Saai. Oké, okay, ga ja, erin. Dus vier battles achter elkaar. Let's go. Word je wel geheeld tussendoor? Ja, zeker. Fijn. Kan je Pokémon vangen? Nee, want er zijn geen Shadow Pokémons. Oké. Okay. Wordt het vooral vechten ingeblazen? Inderdaad. Oh. Ik was vergeten dat Grovyle al Dragon-type is. Oeps. Curly had een Draining Kiss. Draining Kiss. Was het it was extreme. Since You've Been Gone. Ja, yeah, Since You've Been Gone indeed. Oké. Okay. Body Slam. Fuse of Shadow Rush. Wow. En Curly gaat gewoon bij mijn exit. En... Ik heb al Mistrievers die ik gebruik, die jij ook al gebruikt, dus... Om nog een Curlia erbij te gebruiken, een beetje nonsens. Ja. Ik wil wel zo'n Gardevoir in mijn team op een gegeven moment. Ja, dat snap ik. Die is best wel goed. Dan yo, ik... Mevrouw, laat maar alsjeblieft naar binnen. Mevrouwtje. Give it your best, nou vooruit. Ik ben de moeilijkste needing. Zeker niet. The Pirate Colosseum Battle 1. Yeah. Hawks. Hey, hij stond net voor de ding. Gezellig. Nou, en in principe doen we deze challenge om dan door Cypher uitgenodigd te worden, want zeg maar, de locatie is op slot. We kunnen daar niet naar binnen. Oh ja, ik vind dit een hele rare... Sprite van Goldust. Ja, Gen 1 of Stadium. Yes. Nou, we beginnen gelijk al goed. Yo. Oh nee, niet Kirby. Wow, ik ga... Deed die poison tail? Ja. Ah. Ik ga hem wel callen, want anders is het straks te laat, hè. Maar ja, dan wordt toch bij de volgende battle geheeld. Oh. In principe, als je nu een speedrun zou doen... zou je nu, als je de Colosseum gehaald hebt, rond de 40 minuten moeten zitten? Wat? Nou, we doen geen speedrun. Nee, zeker niet.
Dit zou wel grappig zijn om een speedrun hiervan te doen, maar... Ja, dan zou ik het eerst moeten proberen. Ik weet dan ook niet welke Hoenn... Ik denk dat Swampert dan het beste is. Alhoewel, de animatie voor Surf duurt heel lang. En meestal ga je iets voor wat... dat de ene Pokémon de ander killt en niet allebei. Dat scheelt ook weer tijd. Ja, precies. Misschien dat Blaziken dan beter is, maar durf ik niet te zeggen. Go Blaziken. Ja, dan is KO de Flavie. Yes, dankjewel. Wow. Gelukkig heb je de Noctowl nog. Die is ook een Psychic-type. Ja, alleen zonder Psychic-moves. Ja, dat wilde ik net zeggen. Alleen heeft hij nog geen Psychic-moves. Maar Shadowrush is ook redelijk sterk. Oh. Confused. Echt, hij heeft echt een... Die Arbok die is volledig ingespeeld op mijn team. Die kan allemaal moves die allemaal super effectief zijn. Poison, Dark. Of Effen, heeft hij ook. Heeft hij ook Ground? Ja, hij deed dik. Daarom ging mijn Flavie one hit kill. Oh ja, dat is waar. What the freaking. Nou ja, zie het zo. Je krijgt wel extra experience als je dan iets killt. Ja. Yeah. Ja, dan moet je wel iets killen. Nou, dat was nog taal. Laten we dat niet doen. Trouwens, allebei zijn... Allebei zijn door een move week. Ja, dat is wel een beetje vervelend. Hé, hey, hij wordt weer groter in mijn beeld. Huh? Dat is wel... Oh, en dan ging weer kleiner. Ja. Nou, dan is het niet gefixt. Het is maar... in ieder geval beter. Ja, dat wel. Het is alweer een tijdje geleden. Dat is toch iets beter. Maar dat is toch wel vreemd, want die van mij die doet dat niet. Hm. Nou, het zal wel... Zolang het grootste gedeelte maar normaal is, toch? Precies. Ja, de Golbat is dood. Mooi. Ah, en je speed boost, maar ik denk dat het nu niet zo handig is. Nee. Maar de enige keer dat je een keer... Oh. Kan ik met Moonlight ook combos kunnen healen? Nee, hè? Nee. Misschien dat je een potion kan gebruiken. Maar je hebt alleen super potions volgens mij. Klopt. Nou, het hield wel redelijk wat. Genoeg. Maar je overleeft het. Als je dan de volgende beurt met Umbreon dan Combusken hield. Dan met Combusken de move. Ja. Ik neem aan dat hij, omdat hij nu in killing range is, dat hij voor Bite gaat. Neem ik aan.
En anders heal je zo meteen als je getikt. Oh ja, fuck, hij is ook nog Hyper Mode. Oh, als het wel. Oké, een potion met Umbreon. Nee, ik kan beter geen potion met Umbreon doen. Ik kan beter een potion met Combusken doen, want Combusken is sneller dan de Arbok en hij is gedekt. Nee, dus... maar sowieso items gaan voor moves. Dat weet ik, maar luister naar wat ik zeg. Als ik met Umbreon Combusken heal, dan gaat Combusken voor de Arbok, maar dan kan de Arbok niet raken, want die is gedekt. Dus als ik met Umbreon bite doe, dan de bite komt pas na de dek van de Arbok en dan kan ik hem wel raken. Ah, oké, ja, daar zit wel wat in inderdaad. Fuck. Oh, je kan hem niet healen op het moment dat je hypermode bent, blijkbaar. Oh, kut, dat was ik vergeten. Oh. Je kan alleen healen met healing machines als hij hypermode is. En ik kwam nog ergens achter. Arbok is blijkbaar Poison Dark. Aha. Wacht, ik ben de Sky op elkaar willen doen. Ja. Fuck. Oké. Gelukkig heb ik Wishcash, dus ik kan een pulldown doen. Met Espeon Confusion op de Golbat. Crit, nice. Je weet het nu wel in ieder geval. Yes. Lekkering. En je hele team wordt weggeheeld. Top. Fuck, doe Claire. Op Espeon? Nice. Is de Arbok nu ook geparalyzed? Paralyzed. Dit is al de tweede keer dat een Pokémon in hypermode zichzelf raakt. Dat is lulliging. Oh, natuurlijk. Ik doe fucking bulldoze. Dat werkt niet. Helaas. Als je hypermode bent, kan je ook geen normale move doen. Dan kan je alleen maar shadow moves doen. Zet. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. De volgende aflevering gaan we Tissler verslaan. Tot de volgende keer. Adios, amigos.